Aaron, je hebt bijgetekend tot de zomer van 2023. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe blij ben je met de contractverlenging? Ja, super blij. Ik zit hier al vanaf dat ik voetballer ben eigenlijk. En om dan hier dan ja, bij te tekenen, eigenlijk wel mijn club eigenlijk voor mij dan, is natuurlijk, ja, dat vind ik helemaal mooi. Ja, de club ziet het nieuwe contract als een beloning voor je ontwikkeling. Je speelt nu ook veel in het eerste elftal. Voelt het jou echt alsof je nu bezig bent aan je echte doorbraak bij VVV? Ja, om dat te zeggen is natuurlijk wel een beetje risky, maar ja, wat je zelf zegt, ik speel in ieder geval ja, nu heel veel minuten. Daar ben ik super blij mee, want daardoor kan ik ook ontwikkelen. Want wedstrijden is ook heel belangrijk om ja, naast trainingen ook te spelen. Maar ja, het gaat in ieder geval wel de goede kant op, naar mijn mening. Ja, hopelijk moet dat nu doorpakken, dus dit is een goede beloning. Maar ik ben nog jong, dus, ja, dus we zijn er nog lang niet, laat ik het zo zeggen. En hoe tevreden ben je zelf met hoe het nu gaat? Ik vind, soms vind ik dat ik wel nog iets meer kan laten zien. Ik weet natuurlijk van mijzelf wat ik kan. En er zitten goede momenten, goede wedstrijden tussen. Maar ook dat ik na een wedstrijd denk van hier dat en dat, dat ik toch wel beter moet doen. Of dat ik iets meer durf moet hebben. Dus ja, daar werk ik ook mee. Dat zie ik ook op beelden met trainers en zo. Dus dat is aan mij om daar ja, het beste uit te halen. Ja, voor het seizoen en de tweede seizoenshelft werd je nog verhuurd aan Helmond Sport. In hoeverre heeft dat je ook geholpen in je ontwikkeling? Ja, het was wel natuurlijk even wennen daar. In één keer, ja, ik was nog nooit eigenlijk weg van VVV. En in één keer zat ik dan bij Helmond. Maar ik ben daar wel gewoon goed opgevangen en zo. Ik heb daar wel ook best veel minuten gemaakt. Niet wat ik had gehoopt eigenlijk. Maar ja, ik ben daar wel fit geworden. Ja, ik was natuurlijk dan lang geblesseerd en zo. Dus dat was wel weer even dat ik fit kon worden. Wedstrijdritme weer een beetje kon opdoen. Ja, en toen met een frisse start hier voorbereiding begonnen. Dus dat heeft mij wel geholpen, ja. Merk je dan echt dat je als een betere speler terugkomt ook? Nou, dat niet per se. Vooral dat ik fitter ben dan. Dus ja, wat ik al zei, ik ben lang geblesseerd geweest. Corona helpt dan ook niet echt. Lang eruit geweest. Weinig, ja, toen in de Eredivisie hier weinig gespeeld. Dus dan word je zelf ook minder fit van. En als ik dan bij Helmond trainen ze hard, heb ik wedstrijden meegedaan. Dan word je zelf fitter en dan, ja, dan ga je wel beter van voetbal uiteindelijk, ja. En als we dan naar dit seizoen kijken, VVV speelt met heel veel jonge spelers nu. Je bent zelf ook jong. Hoe is het voor jou om in dit team te spelen? Ja, voor mij is dat natuurlijk heel mooi. Ik heb met die jongens zoals Joep, Chukuru en zo, Levi, die ken ik natuurlijk al super lang. En om dan hier in het stadion te spelen met hun, daar hadden we het vroeger eigenlijk wel altijd over. Dus om dat nu dan met die jongens te doen, ja, natuurlijk het hele team, maar met die jongens waar ik al jaren mee speel. Om dan ja, ontwikkelen van jeugd dan naar eerste elftal, om dan hier dan te spelen. Ja, dat vinden wij natuurlijk allemaal wel echt mooi, ja. Wat zijn je persoonlijke doelen voor dit jaar? Ja, toen ik begon wilde ik zoveel mogelijk spelen. Dat gaat nu op zich best prima. Maar ja, je moet wel blijven presteren, want als dat je niet presteert, dan, ja, dan gaan ze op een gegeven moment ook denken van ja, ik ben aanvaller, hè? Ik wil ook scoren, assisten geven. Dat, ja, dat heb ik nu nog niet gedaan. Dat vind ik op dit moment mijn doelen. Van, ik moet ook wel een beetje ja, doelpunten en assisten gaan maken. Maar ja, wat ik belangrijk vind is dat ik speel. En als ik zo heel veel speel, ja, dan kan ik vanuit daar ook verder ontwikkelen. Dus ja, vooral veel spelen. Met het team hoog eindigen, sowieso die play-offs halen, dat is ook natuurlijk allemaal heel mooi. Ja, dat is niet, daar moeten we niet te hoge druk op leggen, maar ja, dat is wel ja, ergens wel een belangrijk puntje, denk ik. En daar wil ik zelf zo, ja, zo groot mogelijk aan meedoen.